In de vroege 16e eeuw voeren Nederlandse ontdekkingsreizigers uit naar onbekende delen van de wereld, waarbij ze tatoeages van een varken en een kip op hun voeten lieten zetten, als bescherming tegen ongeluk. Deze inspiratie vormde de basis voor de stoere en duurzame armbanden van Pick & Hen, die worden gemaakt van hoogwaardig scheepstouw. Het label werd opgericht door wedstrijdzeiler Dominique Bakker en zijn vriend Rutger Versluis, die samen aan de keukentafel begonnen met het maken van de armbanden. Inmiddels worden de armbanden van Pick & Hen verkocht in 50 landen. En hoewel het label is begonnen met armbanden voor mannen, hebben ze nu ook een volwaardige dameslijn. Het team is vanuit Amsterdam-Noord dag in dag uit bezig met het maken van sterke en duurzame armbanden. Allemaal handgemaakt met de grootste zorg en oog voor detail. Het productieproces begint met het afknippen van een stuk dik touw van een rol. Dit touw vormt de basis van de armband. Vervolgens wordt er een gesp gebruikt om het touw door te halen en in tweeën te delen. Het wordt door zichzelf gehaald en geknoopt, waardoor er een eenvoudig maar stijlvol patroon ontstaat in de armband. Maar het zijn de details die de armbanden pas echt bijzonder maken. Om een extra dimensie aan de armband toe te voegen, worden er blauwe en witte draden toegevoegd, ook wel takeling genoemd. Hierdoor kun je zien dat het een echte Pick & Hen is. Om ervoor te zorgen dat de armband perfect past en comfortabel te dragen is, wordt de maat opgemeten met behulp van een naald als markering. Dit zorgt ervoor dat de armband op maat is en perfect past om jouw pols. Tot slot wordt het touw nog één keer door zichzelf gehaald om de armband af te maken en stevig te bevestigen. Natuurlijk wordt de armband verpakt in een mooi houten kistje, gemaakt van verantwoord FSC-gecontroleerd hout. En zo is de unieke Pick & Hen armband klaar om naar de IMCM Store te gaan en jouw pols te sieren. MUZIEK